taki to talk. What can they get to beerty? Ja, goedemiddag. Dit is Mario Pinas voor Suur vandaag en ik ben hier zo om te vragen aan de mensen wat ze eigenlijk gaan doen in de vakantie en wat ze hebben gedaan tot nu toe. En daar zult u antwoord op krijgen. Ja, mevrouw, ik ben van Suur vandaag en ik vraag dus de mensen hoe ze de vakantie meemaken, hoe ze het ervaren. Wat is uw ervaring in deze situatie? Zo, de vakantie nu is super saai, er is niks. Voorheen was er Got Talent, waren er vakantiescholen, maar met die hele COVID-pandemie is alles achteruit gegaan. Dus het is saai, gewoon saai. Die kinderen hebben echt niks om te doen. Wat zijn uw plannen voor de vakantie? Wel, eigenlijk heb ik geen plannen, want elke dag lijkt hetzelfde te zijn. Je moet flink zoeken en ploegen om jezelf in stand te houden. Dus er is geen extra geld om vakantie te vieren of wat dan ook. Maar wat wij Surinamers zelf hebben gezocht, hebben we gevonden. Het was goed. Ze zeggen het moet beter. Men is naar het zendbus gegaan, er is niks van terechtgekomen. Juist is het slechter geworden. Als God ze niet een helpende hand geeft, komen ze niet waar ze terecht moeten zijn. Wat doet u? Zo, je moet je gewoon houden aan de COVID-regels. En je handen regelmatig ontsmetten als je een gezellige dag wil maken. Het hoeft niet groot te zijn, maar als jij je eentje of een paar je familieleden wat wil doen in de vakantie, kan je het gewoon doen. Maar alleen gewoon houden aan de COVID-regels, want om COVID-19 te krijgen is wel niet prettig. Dat is het. Ja, dat is belangrijk dat je aan de regels houdt. Ja, een beetje moeilijk, want alles is duur geworden, die schriften, alles. Maar die kinderen, sommige van die kinderen zijn overgegaan, we zijn blij daarmee, want ze gingen niet naar school. En zo. Dus sommige kinderen vinden het wel leuk om de vakantie, sommigen naar vakantie worden. Dus. En over COVID gesproken zeg ik dat, laat COVID-vaccin aan de kant. Je moet het uitzenden. Maar kijk, ik heb in Boutense tijd, was er al COVID. En tot en met nu toe heb ik mijn eigen medicijnen gebruikt. En het is me gelukt. Wat zijn die medicijnen die u gebruikt? Je zet gewoon een babyfix voor je neus diep naar binnen. Mijn kinderen zijn niet zo klein. Mijn dochter zit op de universiteit, dus niet zo klein. Dus zij vermaakt er op haar manier. Ja, vroeger was het aan, want ik genoot ook hè, van God Talent, die talenten van die studenten. En nu, ja, is er niks. En deze regering die nu aan zit, creëert ook niks voor de kinderen. Want ik bedoel van, er is een pandemie, weten we. Maar ja, schoon al die speeltuinen op, zodat die kinderen toch vertier hebben, vooral de kleintjes. Want eenmaal 24 uur voor de televisie zitten of voor een tablet, is ook niks, hè? Heb je daar geld voor nodig eigenlijk, om er toch een leuke vakantie van te maken? Of denkt u dat, ook, ja, dat je het zelf leuk moet maken en dingen bedenken om te doen? Zo, ja, ik denk dat je wel geld nodig hebt. Alles is duur geworden. Alles is duur geworden. Misschien is het de regering ook die misschien toch een rol speelt. Ik weet niet waarom, we kunnen niets van zeggen. Maar ja, het wordt steeds erger en erger dat je niet nauwelijks... Je kan niet vrij je dingen doen hoe je wilt. Dus ze gaan toch wel naar de vakantie, hoor. Ondanks de situatie. Ja, sommigen gaan wel, hoor. Sommige mensen houden wel rekening met COVID. Ja. Maar sommigen niet. Sommigen vieren feest, alles. Ze doen van alles. Oké. Okay. Ja. Dank u, hoor. Ja, dank u ook, hoor. Ook vakantiekampen waren er vroeger. Precies, maar dat zei ik toch. Alles is gaan verwateren. En ja, we moeten gewoon kijken hoe alles gaat. Maar het gaat niet. Het gaat niet. Wat zou u dan willen zeggen aan de regering in deze situatie? Ik zou aan de regering willen zeggen, punt 1. Dat ze al die speeltuinen voor die kinderen opschonen. Zodat de jongeren ergens hebben om zich te vertier te maken met elkaar. En punt 2... De schoolspullen van het jaar.
zijn behoorlijk duur. Die ouders kunnen het niet permitteren. Als ze tenminste voor die minder daadkrachtigen willen komen met sociale pakketten voor de scholieren, zou ik het goed vinden. Want een moeder met 4, 5 kinderen, geloof me, het is niet haalbaar. En als die kinderen ook moeten bussen, meneer. Moet je echt, laten we zeggen, 100 SRD per dag hebben om 3 kinderen naar school te sturen, heen en terug, en die moeder die werkt. En het is duur, het is zwaar, toch? Dus wat ik wilde zeggen aan de regering nu, dat ze speeltuinen opschonen, meer speel en materiaal zetten, zodat die kinderen toch vertier kunnen hebben in de vakantie, want het is niks. Het is echt niks, het is super saai. Ik dank u, dank u. Ja, graag gedaan hoor. Ik heb gehoord net van iemand die zei, vroeger was het dat er veel activiteiten waren voor kinderen. Er waren de speeltuinen waren toen ook nog goed. Maar nu is het anders. Zouden ze daar iets aan kunnen doen? Ja, ze moeten toch wel iets aan doen. Ja, zo hoort het. Omdat je kan niet alle deuren sluiten voor alle, vooral de meeste gezellige dingen voor de mens. De belangen zelf voor kinderen. De kinderen kunnen niets doen. De kinderen moeten thuis blijven. Ja, de kinderen, ze gaan een beetje, hoe moet ik het zeggen, niet achteruit, maar ze worden een beetje zo, hoe ze was, zo zijn niet meer als vroeger. Ja. Want het was niet zo. Ja. Oké, wat zou u tegen de regering willen zeggen? Zo, ik zou ze vragen om zo snel mogelijk iets eraan te kunnen doen, want zo kan het niet. Het is al bijna 2 jaar of 3 jaar oud. Zo, de mensen worden moe. Iedereen weet dat het COVID is, maar zolang ze aan hun regels houden, denk ik dat we toch COVID-vrij kunnen zijn. Oké, dank u wel. Ja, fijne dag. Ini mutengin aku ini. Kau